Dit land is voor velen de laatste jaren dé introductie tot Azië geworden. Het biedt namelijk alles wat Azië zo boeiend maakt. Een subtropisch klimaat, een kleurrijke bevolking, een pittige keuken, prachtige natuurparken en een aantrekkelijke boeddhistische cultuur. Het maakte ooit deel uit van het Khmer-koninkrijk, een periode die begon onder het bewind van Jayavarman II. Hij en zijn opvolgers regeerden over een rijk dat grote delen van het huidige Thailand, Laos en Cambodja plus een stuk van Vietnam bestreek. Het Khmer-rijk hield het vol tot 1432, toen het door de Thais onder de voet werd gelopen. De Khmers verlieten de stad en vluchtten naar de nieuwe hoofdstad Phnom Penh. De Thais controleerden vanaf dat ogenblik het gebied en doopten het om tot Siam. In 1939 wijzigde de naam Siam in Thailand en werd 5 december uitgeroepen tot nationale feestdag. Zowel de Khmer als de Thais bouwden enorme tempels. Maar welke zijn de architectonische verschillen tussen de twee bouwstijlen? Even wat dieper graven. De architectuur van de tempels kende 5 verschillende stijlen. Te beginnen met de Khmer-stijl zelf. De Khmers waren voor hun tijd merkwaardig goede ontwerpers en bewonderenswaardige bouwheren. Ze richtten enorme tempels op en ontwierpen steden en paleizen. Daarnaast legden ze talloze vijvers en waterreservoirs aan en groeven kanalen. Aanvankelijk werden de tempels opgetrokken in baksteen. De stenen werden opeengestapeld om tot een soort tempeltorens te komen. Deurstijlen en ramen werden vaak afgewerkt met sculpturen of bas-reliefs van zandsteen. Soms werd het geheel bedekt en gedecoreerd met een laag stukwerk. Een aantal van deze eerste bakstenen tempeltorens zijn bewaard gebleven. De tempels behoren meestal tot een ommuurd complex dat de bezoeker via een trap en een poort naar binnen leidt. Dat wordt doorgaans de processieweg genoemd. Het ceremonieel poorthuis en de trappen worden bewaakt door naga's. Een naga is een bovennatuurlijk wezen, dikwijls voorgesteld als een 5-koppige slang, waarvan het lijf dienst doet als trapleuning. Naast zandsteen gebruikte de Khmer nog een aantal andere bouwmaterialen. Een van de belangrijkste hiervan was lateriet. Het is een poreus en ijzerhoudend gesteente, vandaar de roestbruine kleur. Zolang het in de bodem zit en vocht bevat, is het vrij zacht, maar eenmaal in de buitenlucht gedroogd, wordt het hard. Uit de vele beeldhouwwerken in de tempels en paleizen blijkt de liefde voor de architectuur van de Khmers. Door de invloed van het hindoeïsme, overgewaaid uit India, werden vele sculpturen gemaakt die beïnvloed waren door de hindoe-cultuur. Vooral op frontons en portalen vind je afbeeldingen van Shiva Nataraya met zijn 10 armen gespreid.
Ook de stier Nandi komt regelmatig voor. Uiteindelijk werd de extreme bouwwoede vermoedelijk een van de oorzaken voor het verdwijnen van het Khmerrijk. Het bouwen van al die tempels vergde een enorme inzet van werkkrachten en ook de onuitputtelijk geachte voorraad zandsteen geraakte stilaan uitgeput. Toen koning Jayavarman de VII zich tot het Theravada-boeddhisme bekeerde, ging zijn positie van god-koning verloren en kwam de kentering van het Khmerrijk. Nu het land onafhankelijk was van de Khmer, bouwde men in het begin tempels zoals de Khmers het deden, maar langzamerhand begon zich een nieuwe stijl te ontwikkelen, de Sukhothai-stijl, die duurde van de 13e tot de 15e eeuw. De steden Sukhothai en Sisachanalai waren toen het toneel van de radicaalste architectonische metamorfose in de hele Thaise geschiedenis. Te midden van de heilige Khmer-ruïnes bouwde de toenmalige koning en zijn opvolgers stenen Boeddha-beelden en deed de bakstenen Shedi, een klokvormige toren overgewaaid uit Sri Lanka, zijn intrede. Deze Shedis waren bij de Sri Lankese torens die rechte hoogte inliepen, zonder franjes. Onder de Thais veranderden die in op elkaar liggende ringen die, naarmate ze hoger kwamen, ook kleiner werden. De drie onderste ringen van de stupa stellen de hemel, de aarde en de hel voor, terwijl de 33 bovenste ringen doorgaans het aantal niveaus symboliseren om het nirvana of de hemel te bereiken. Deze shedis werden gebruikt als begraafplaatsen voor de koningen. De stad Sukhothai werd opgebouwd volgens een kosmologisch patroon en is vandaag de dag nog altijd een voorbeeld van een Thaise muang, een semi-onafhankelijke staat. Wat er resteert van het Uposatha, een plateauhal bij het water, omringd door pilaren, heeft hier een speciale betekenis. Het was immers de plaats waar bij volle maan de monniken bij elkaar kwamen om de levensregels te reciteren. Het was ooit bedekt met een dak. Het water fungeert als een symbool van zuiverheid. De prangtorens kregen een vernieuwd uitzicht door de top te versieren in de vorm van een lotusknop. In menig tempelcomplex staat de Bodhi-boom waaronder de monniken kunnen mediteren en bidden zoals meester Boeddha het deed. Intussen evolueerde de stijl naar het Ayutthaya-tijdperk, dat gesitueerd dient te worden van de 14e tot de 18e eeuw, en werden de shedis en sommige prangs in een nieuw kleedje gestoken. De centrale toren van een aantal belangrijke tempels werd bekleed met gouden of koperen platen. Een andere architectonische overgang naar de Ayutthaya-stijl zijn de door de Khmers aangebrachte stapsgewijze bouwlagen aan de prang of toren die afnemen in grootte naarmate de top wordt bereikt.
Bij de Ayutthaya-stijl lopen die geleidelijk af op een vlotte manier zonder duidelijke stappen, waardoor de top van de prang meer weggeeft van een maïskolf. De Wat Arun in Bangkok is hier een duidelijk voorbeeld van. Centraal in het complex staat de hoofdchedi. In deze chedi bevindt zich het beeld van Boeddha zelf. Stukwerk werd gebruikt om de tempels van binnen te versieren. Naast de hoofdchedi staat een mondop, een kleine tempel waar relikwieën in worden bewaard. Halfweg de 18e eeuw deed de Lanna-stijl zijn intrede en was er van de Khmer-invloed nog weinig sprake. De chedi en de prang stierven een stille dood. De authentieke Thaise architectuur deed haar intrede. De Thaise tempels zijn meestal gebouwd van teekhout en niet van steen. Daarom hebben de tempels schuine muren en lange gewelfde daken tot 4 boven elkaar die de wats hun elegante, taps toelopende silhouet bezorgen. Bovendien speelt het licht, het symbool van de boeddhistische wijsheid en helderheid, een belangrijke rol in de architectuur van de wats. Daarom zijn ze vaak versierd met goud, fijn uitgesneden bloemmotieven of gekleurde glasmozaïken. Een heel opvallend decoratief element bij nagenoeg alle Thaise tempels zijn de aantallen hemelse nimfen of saparas. Deze bevallige vrouwelijke figuren zijn enorm fijn uitgewerkt en sieren zowel muren, poorten, torens als deuren. Als goddelijke vertegenwoordigsters fleuren ze in al hun gratie de verschillende tempels op. In de Wat bevinden zich verschillende gebouwen, waaronder de Bot, het belangrijkste en heiligste gebouw van de Wat. Het is de hoofdkapel waar de monniken samenkomen en de gelovigen offeren en bidden. Ook worden de monniken hier ingewijd en vinden er de belangrijkste plechtigheden plaats. De Bot is omringd door een muurtje met 8 paviljoenen. Een andere ruimte in een Thaise tempelcomplex is de Viharn, de gebedsruimte van de monniken, ook meestal omringd met kleine torens. Ook hier worden heilige voorwerpen bewaard. Op het tempelterrein treffen we verder nog allerhande decoratieve religieuze elementen aan, zoals de mondop, een vierkant paviljoen met een piramidevormig dak. Hierin worden de Boeddha-beelden en de heilige voorwerpen bewaard, maar het wordt soms ook gebruikt als bibliotheek. In de reliefs en in de beelden herkennen we vaak de driekoppige olifant Kinora. Ook het fabelwezen Aponsi, half mens, half dier, komt regelmatig voor.
De symbolen komen niet alleen voort uit het boeddhisme, maar ook uit het eraan verwante hindoeïsme. Het wiel dat we vaak zien is de dharma, een belangrijk begrip binnen de hindoeïstische wereld dat het lot van de mens symboliseert. Verder is de sofa een Thaise architectonisch decoratief ornament dat in de meeste Aziatische landen de top aan het uiteinde van een wat- of paleizendak siert. Het lijkt op een lange, hoornachtige vogel. De sofa wordt algemeen aanzien als het mythische wezen Garuda. In het begin van de 18e eeuw werd de Ratanakosin-stijl geïntroduceerd, waar men gebruik maakte van steen, meestal wit marmer. De marmeren tempel vertoont verschillende Europese invloeden die koning Rama V inspireerden. Dat kwam vooral door de invloed vanuit Europa. Op bevel van de koning, wiens broer architect was en bevriend met Italiaanse architecten, deden deze hun intrede en werden tempels gebouwd in Italiaans gepolijst Carrara-marmer. Ook deze gebouwen zijn een geslaagde mix van Thaise en Westerse tradities. In de bot staat in Sukhothai-stijl het beeld van de verlichte Boeddha. De as van koning Rama V, de bezieler van deze wat, ligt begraven bij het beeld. De versieringen van het interieur en van de daken blijven tot op vandaag de dag ongewijzigd. Onder een mooi met vergulde bloemen versierd galerijplafond staan 52 Boeddha-beelden, een persoonlijke collectie van koning Rama V die deze architectuur toch een speciale plaats bezorgde. We sluiten af met de laatst gebouwde tempel, de Wat Rong Khun of Witte Tempel, die een nieuwe weg in de Thaise architectuur laat zien. Verlaat Thailand zeker niet zonder deze weergaloze tempel te hebben gezien. Volgens sommigen is het kitsch, voor anderen het ultieme in de tempelbouw. Wat Rong Khun is gebouwd in een witte kleur om de reinheid van Boeddha weer te geven. De witte mozaïek weerspiegelt de wijsheid van Boeddha. Bij een aardbeving in 2014 met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter werd de Wat Rong Khun zwaar beschadigd. In eerste instantie zou het tempelcomplex gesloten blijven, maar door een grote hoeveelheid donaties kon de tempel volledig worden hersteld. Naar verwachting zal de bouw van het complete tempelcomplex pas rond 2070 volledig zijn afgerond. Zeker een reden om dan nog eens Thailand terug te bezoeken.